Algemeen directeur van de energiebedrijven Suriname, EBS, Leo Breunswijk, is ervan overtuigd dat Marciano Hellings, die ook voorzitter is van de organen werknemersorganisatie Suriname, OWAS, gedragsregels van het bedrijf heeft overtreden. Breunswijk sprak gisteren tijdens een persconferentie op het hoofdkwartier van de EBS. De voorzitter zou zijn ontslagen vanwege het delen van foto's van bedrijfseigendommen en het schenden van het vertrouwen van de werkgever. De directie heeft de bond gisteren voor het gerecht gedaagd om de acties op te schorten. Rechter Susanna Shu besliste dat het werk een half uur na het betekenen van het vonnis hervat moest worden. Leo Breunswijk motiveerde tijdens het persmoment geen sorry te accepteren van Hellings. De leden van OWAS hebben vandaag de staking officieel beëindigd. Maar de werknemers gaan nog niet aan het werk. Op de vanmorgen gehouden algemene ledenvergadering zeiden de leden vastberaden te zijn om de strijd voort te zetten, zei OWAS-bondsvoorzitter Hellings aan journalisten. Hellings weerspreekt de uitspraken van Leo Breunswijk en stelt dat er geen zinsprake is van gedragsregels in de statuten van de OWAS. Volgens Hellings mag Leo Breunswijk zich niet bemoeien met bondzaken. De statuten staan los van zichzelf. Ik vraag me in gemoede af waarom de directeur van de EBS zich wil gaan bemoeien en bezighouden met de statuten van de OWAS als vakvereniging. De OWAS staat op zichzelf. En we gaan als vakbond niet dulden dat buitenstaanders zich komen bemoeien met de interne organisatie OWAS. Absoluut niet. Ik denk dat meneer Breunswijk slim denkt te spelen met zijn woordkeuze die hij allemaal en de woorden die hij allemaal gebruikt. Ik weet niet dat er iets staat over gedragsregels in de statuten van de OWAS. De statuten van de OWAS gaat het om hoe de vereniging in elkaar zit, wat de doelstelling is en de bepalingen, hoe de zaken hier in de OWAS worden geregeld. Ik weet niet, ik heb de statuten van de OWAS samen met het huishoudelijk reglement heb ik meerdere malen doorgenomen. En ik zie niet dat er iets daarin voorkomt over gedragsregels. De CAO is nimmer vertrapt, zegt Hellings verder. Ondanks de aantijgingen beweert de bondsman bewijs te hebben van het tegendeel. Hellings betreurt de wijze waarop er vanuit de directie wordt omgegaan met deze kwestie. Ik kan niet helpen dat men zich beledigd voelt. Ik heb niemand beledigd. Ja, dus dat klopt niet wat hij zegt. We hebben meneer Leo vaker betrapt om dingen te zeggen die strijdig zijn met de waarheid. Ik ben niet overtuigd van dat ik voorwaarden uit de CAO heb vertrapt. In tegenstelling kan ik de directie aantonen en waarbij ze hebben meerdere malen hebben aangeschreven dat zij bezig zijn, die CAO waarover ze het hebben, met regelmaat de bepalingen daarin zijn bezig zijn te vertrappen. Hellings voegt eraan toe dat er nog geen antwoord is gekomen op de bij de president ingediende motie. Voor morgen, donderdag, staat er een vergadering gepland waarvan de te nemen stappen zullen worden besproken. Vice-president Ronnie Breunswijk heeft de leden van OWAS beloofd dat er een oplossing komt in deze kwestie. Vandaag sprak de vice-president de werknemers na een algemene ledenvergadering op zijn kabinet. De werkers waren naar het kabinet getogen om een motie in te dienen. Er is aan de vice-president gevraagd zijn invloed aan te wenden om het ontslag terug te draaien en ontevredenheid over de gang van zaken in het bedrijf aan te pakken. We willen hier proberen horen. Ja, maar we moeten eerst kijken. Dat ding is horen en wederhoor. Wanneer er iets gedaan is, dan willen we horen. En dan gaan we kijken, is dat goed, is dat grond of dat niet. Maar dan gaat u een oplossing brengen. U moet niet proberen, u moet een oplossing brengen. Ik heb niet gezegd welke oplossing, maar u moet een oplossing brengen. Breunswijk heeft de werknemers aangegeven dat hij de zaken vandaag met het ministersteam zal bespreken. Hij verduidelijkt dat de zaak ook besproken zal worden met de EBS-directie en het staatshoofd, nadat het in regeringsverband is behandeld. Kijk, als een probleem ontstaat, wij zijn mensen, wij zijn allemaal Surinamers. Als een probleem is ontstaan, dan moeten we het probleem proberen op te lossen. Ja? Maar we moeten niet meer problemen erop zetten zodat het niet opgelost kan worden.
Ja, als ik zo lees dat de totale directie ontslagen moet worden, is er iemand ontslagen en dan moeten we proberen hoe kunnen we dit herstellen bijvoorbeeld. Maar als we nog meer mensen, dan gaat het complexer worden. Dus wat ik wil, is dat een probleem is daar, ik ben geen rector, ik zit niet in de directie, ik heb dat ding ook gisteren gehoord, maar alle problemen die er zijn om op te lossen. Als er iets is, dan kunnen we praten, ja, maar laten we niet praten met de mes op de keel, maar laten we praten om oplossingen te zoeken. We zijn Suriname, het land is van ons allemaal. De vice-president stelt dat alle overleg in vrede moet gebeuren.